Goedenavond allemaal, ik ben Hint Marag, trainer bij de Transformatieve School en zal dit webinar dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Gelijke Kansen Alliantie vanavond hosten. We zijn vandaag in een klein gezelschap op het Lyceum Rotterdam, een locatie die beschikbaar is gesteld door schoolleider Jolande de Beer, waarvoor ook onze dank. En we komen vandaag bij elkaar bijeen op initiatief van de Transformatieve Scholen. Dit zijn 40 scholen en 1700 onderwijsprofessionals die bezig zijn geweest en aan de slag zijn gegaan met het professionaliseren en cultuurveranderingsprogramma van de Transformatieve School, omdat ze de kansengelijkheid willen versterken op hun scholen. Vandaag gaan we ook in gesprek met onderwijsprofessionals en schoolleiders uit deze scholen en gaan we het hebben over de verschillende gezichten van kansenongelijkheid. Deze verschillende gezichten hebben we eigenlijk pas leren zien tijdens de coronalockdown, maar bestaan natuurlijk al veel langer. Het zou dan ook gek zijn als we vanavond voornamelijk stilstaan bij hoe de kansenongelijkheid er nu uitziet en het niet met elkaar gaan hebben over hoe we duurzaam en structureel kunnen investeren in dit thema. Iemand die al langere tijd bezig is met het onderzoeken van dit thema is onderwijssocioloog Ilias Eladoui en die is tevens de programmaleider van de Transformatieve School. Met zijn model van de drie leefwerelden, de drie sociale statusladders waartussen leerlingen blijven switchen en klimmen, heeft hij ons eigenlijk heel veel inzichten gegeven en ook het belang laten zien van hoe ook het onderwijs deze leefwerelden zou moeten leren begrijpen, omdat die inzichten nodig zijn voor het switchen en klimmen en daarmee ook de kansengelijkheid versterkt binnen de cultuur van een school. Vandaag gaan we dus in gesprek allereerst met onderwijsprofessionals, daarna met de schoolleiders van die transformatieve scholen en sluiten we ook de avond af met onderwijssocioloog Ilias. En omdat hij zo'n inspirerende spreker is, vonden we het niet meer dan logisch dat hij vanavond ook de aftrap doet. Ik introduceer daarom ook graag Ilias en geef aan hem het woord. Ilias, neem je ons mee? Yes, goedenavond beste mensen, dat doe ik maar al te graag. Ik heb altijd geleerd in het onderwijs dat je moet aansluiten bij de voorkennis. Hè. Dus wij zijn ongeveer 15 maanden geleden, en ik zag ook dat er flink ingeschreven is vanavond. En dat ook die lijst wat overeenkomstig is met de twee webinars die tijdens de eerste en tweede lockdown zijn georganiseerd. We hebben toen ook vooral het wetenschappelijke stuk belicht. En we hebben op een gegeven moment ook gezegd, het is belangrijk om twee dingen te doen. Allereerst vooral in gesprek te gaan met de mensen die in de praktijk, in de alledaagse praktijk, in een klaslokaal, digitaal of fysiek, of op een school die leiding geven aan de schoolcultuur, om te kijken hoe zij wetenschappelijke concepten in die dagelijkse praktijk vertalen. Dat een Hint gaf net al mooi aan dat dat de bedoeling is voor vanavond. En het tweede wat we hebben aangegeven is dat we tegelijkertijd de behoefte hebben om inderdaad niet zozeer terug te kijken alleen, maar vooral vooruit te kijken. En het is ook goed om de grote denker, Zygmunt Bauman, een van de grootste denkers van onze tijd, die ons twee belangrijke dingen heeft geleerd van onze tijd, in zijn geweldige boek The Liquid Society, de vloeibare samenleving. En wat hij daarin zegt is dat wij in een snel veranderende wereld op de een of andere manier moeten gaan leren leven met die veranderingen, die transities. En dat betekent ook soms dat de vaste ondergrond waar we dachten op te staan en waar we stevig op staan, dat die van ons wordt weggenomen. Dat het soms glibberiger wordt, modderiger wordt en dat we meer in een domein geraken die wat meer onzekerheid brengt. En dat we ook op een bepaald moment het gevoel hebben grip te verliezen. Nou, ik hoef niemand iets te vertellen over dat de afgelopen 15 maanden voortdurend momenten waren voor onderwijsprofessionals in de onderwijspraktijk vooral, maar ook in de onderwijswetenschap en in het onderwijsbeleid, was het een voortdurende zoektocht naar waar ontstaat op welk moment die vaste ondergrond nu. Want we dreigen grip te verliezen. We zien dat die kansenongelijkheid toeneemt. Tegelijkertijd is in dat hele proces een stille revolutie gaande geweest. Er zijn heel veel onderwijsprofessionals die een vaste ondergrond hebben gevonden en die eigenlijk nu terugkijken en rondturen vanuit die nieuwe vaste ondergrond naar het oude normaal en niet altijd meer de wenselijkheid hebben om terug te keren naar dat oude normaal. Er is een enorme hervormingsgezindheid te zien op de scholen en ik heb dan zelf zicht op ongeveer 40 scholen, vooral in een stedelijke omgeving waarin we die stille revolutie, zou je kunnen zeggen, ook kunnen aanschouwen. Zygmunt Bauman is ook bekend geworden om een tweede concept en dat heeft hij genoemd defamiliarisering. En defamiliarisering betekent dat we soms loskomen van de vanzelfsprekende manieren van denken.
Wie een gemiddeld onderwijsdebat over corona meemaakt, wordt over het algemeen gemiddeld gezien wat meer gedeprimeerd, zou je kunnen zeggen. Omdat we het gevoel hebben soms, oké, waar gaan we dan nou precies beginnen? Hè? Wat staat ons te doen? En het is goed om op sommige momenten even los te komen uit die onderwijsbubbel, waarin we allerlei vanzelfsprekende ideeën hebben over leerlingen die we ook op hen projecteren, op professionals projecteren soms, op onszelf projecteren soms, maar die ons niet per se een stap verder helpen. Is er een wereld te zien zonder blind te raken voor de tegelijkertijd de ingewikkelde situaties die soms kunnen ontstaan? Het meest interessante is, ik had net over die stille revolutie. We zien, en dat is heel erg interessant, 40 scholen die op totaal verschillende manieren reageren op dezelfde situatie van wat door onderwijssociologen eigenlijk eerder het Matthäus-effect genoemd is. Hè? Dus de groeiende verschillen tussen leerlingen en soms ook tussen professionals. Er is niet één reactie die geformuleerd wordt in het veld. Men is natuurlijk nu bezig heel erg actief na te denken over de komende jaren in het kader van NPO of los van het NPO. Maar men is bezig met die vraag eigenlijk die vragen te stellen. En ik heb 8 punten die ik met jullie kort zou willen bespreken. 8 punten, en dat gaat inderdaad kort worden, om de centrale vragen die eigenlijk in dat debat komen oppoppen en die eigenlijk door scholen worden gesteld. En die vragen die gesteld worden, om die ook voor het voetlicht te brengen. De allereerste dimensie, en vaak wordt deze discussie ook als een soort van tegenpool gevoerd, terwijl dat niet helemaal eerlijk is of het geval hoeft te zijn. In die hervormingen waar scholen mee bezig zijn of in die cultuuromslag zien we vaak ook een discussie, moet het vooral de structuur zijn die verandert of moet het vooral de cultuur zijn die moet veranderen op de scholen. En denk bijvoorbeeld aan de enorme discussie op dit moment over het poreuzer willen maken van de onderbouw in het VO, waarin eigenlijk een latere selectie wordt voorgesteld, meer een structuur. Ding. Terwijl anderen van mening zijn, nee, het moet vooral vanuit de cultuur komen, van de ook de mindset van de professionals. Het gaat er vooral om te bepalen hoe we naar kinderen en leerlingen kijken. Een andere discussiepunt is, moeten we vooral individueel aan de slag? Moeten we vooral dingen doen in het klaslokaal? Moeten we vooral investeren in die individuele leerkracht of docent? Of moeten we meer de we versterken binnen de schoolcultuur? Moeten we vooral iets op het collectieve niveau doen? Moeten we vooral investeren in het teamgebeuren en de onderlinge dynamiek tussen de professionals? Een andere dimensie die we veel terugzien en in de vocabulaire van een transformatieve school heet dat switchen en klimmen. Oftewel, is het vooral de bedoeling dat we nu de mini-samenleving van de schoolcultuur er een laten zijn die in sociaal opzicht veilig moet zijn, dat we vooral moeten investeren in de sociaal-emotionele ontwikkeling of de sociale ontwikkeling van kinderen? Of is het vooral een kwestie van klimmen? Moeten we vooral de onderwijskundige dimensie verder versterken? En te meer tegen de achtergrond van toegenomen verschillen en dat soort gesprekken die daarover gevoerd worden. Een vierde dimensie die interessant is, die mij opvalt, is de discussie tussen binnenschools of buitenschools. Wie is nu eigenlijk aan zet? Zijn dat inderdaad de onderwijsprofessionals, de docenten die in hun eigen klaslokaal binnen de school vooral aan de slag moeten gaan? Of zijn het toch vooral ouders of misschien jeugd- en gezinsprofessionals? Is er niet een rol weggelegd voor die sporttrainer, voor de jongerenwerker, misschien wel voor de psycholoog, misschien wel voor de orthopedagoog? We zien scholen op allerlei, of de schoolpsycholoog, op allerlei manieren proberen te investeren om die jeugd- en gezinsprofessionals die op dit moment nog vaak buiten de schoolmuren verkeren, om die een plek te geven binnen de schoolmuren. Een vijfde dimensie die we eigenlijk ook terug zien komen is de discussie tussen similarity en equality. Betekent werken aan kansengelijkheid vooral hetzelfde willen doen voor heel veel kinderen en leerlingen? Of betekent het nu dat we radicaal de afslag gaan nemen waarin we kiezen om te zeggen dat we dat kansengelijkheid vooral betekent ongelijk investeren? En wat betekent dat dan precies? Moet dat alleen op het niveau van leerlingen of ook op het niveau van docenten? En misschien zelfs ook op het niveau van scholen en in verschillende omgevingen plaatsvinden? En ik kom bijna tot een afronding. Ik heb nog 2 punten. Namelijk, in de discussie van het leerkrachtentekort zien we een benadering die vooral gaat over een wervingsvraagstuk. We hebben veel meer mensen nodig voor het onderwijs. We kunnen deze klus niet klaren, zo zegt men dat. En zelfs als er meer financiële incentives worden gegeven, is dat niet voldoende, want we hebben simpelweg de docenten en leerkrachten niet voor de klas, is het argument. Anderen geven aan dat niet sprake is van een wervingsprobleem, maar van een bindingsprobleem. En halen het argument aan dat als alle leerkrachten in Nederland een dag langer werken, dat dan eigenlijk het leerkrachtentekort opgelost is.
En de laatste dimensie die heel erg in het publieke debat naar voren komt, is de discussie tussen, is dit vooral een kwalitatief vraagstuk of een kwantitatief vraagstuk? Nemen we vooral de Scandinavische afslag, waarin we vooral gaan focussen op minder lessen, maar een sterkere kwaliteit van de aanwezige lessen? Of nemen we de Aziatische tijgersafslag, zoals het ook in de literatuur genoemd wordt, zoals Korea en Maleisië en andere, waarin het voor leerlingen gebruikelijk gaat worden, juist de leerlingen uit lagere sociaal-economische statusomgevingen, om na schooltijd standaard aan tutoring, aan huiswerkbegeleiding en andere vormen van investering te gaan werken? Allemaal vragen die komen op en die nu heel erg levendig zijn in het publieke debat op de scholen. En ik ben net als jullie heel erg geïnteresseerd in de perspectieven die straks aan tafel zullen gaan ontstaan vanuit de onderwijsprofessionals zelf. Dank. Dankjewel, Ilias, voor die inspirerende inleiding. En dat je ons hebt meegenomen in wat je eigenlijk allemaal ziet gebeuren om ons heen. Ik zit inmiddels aan tafel, dat zat ik net ook al, maar nu gaan we ook echt met elkaar in gesprek treden. Met Max de Rijk, met Martijn Ballem en Vera Vis. Vera Vis, jij bent specialist passend onderwijs en interne coach. En straks zal straks op basis van die rollen ons meenemen in hoe de praktijk eruit ziet. Martijn Ballem, jij bent docent filosofie hier op het Lyceum Rotterdam. En ook jij zal ons meenemen in wat jij ziet en de vragen, de filosofische vragen die jij vast ook hebt en met ons zal delen. En Max de Rijke, jij bent docent persoonsvorming en socialisatie op het Mundus College in Amsterdam. Jij schrijft daarnaast ook, jij deelt al heel veel over wat je in de lessituatie ziet op je website en hebt binnenkort ook een boek dat uitkomt, een nieuw boek, Geen Stress, We Gaan Het Maken, dat in augustus uitkomt en dat volgens mij ook heel veel raakt, dit thema ook raakte, kansengelijkheid. Ik zou graag met jou eigenlijk als eerste willen spreken. Ik heb net ook al dat model van Ilias genoemd over die drie leefwerelden, die drie ladders. De thuisladder, de schoolladder en de peergroupladder. Hoe kom jij dit model tegen in de praktijk en in jouw lessituaties? Ja, heel erg veel. Ik geef vooral aan de onderbouwles. En wat je heel erg merkt is als leerlingen vanuit groep 8 bij ons naar school toe komen. Wij zitten praktijk, onderwijs, VMBO, basis, kader, theoretisch. Dat zeker de leerlingen die vanuit praktijkadvies hebben gekregen, die voelen zich eigenlijk de domste van de wereld. Ze zijn altijd de mindere geweest, ze hebben een heel laag zelfbeeld. School is niet een plek om te groeien. En dus is de straat, de peergroup, rotzooi trappen, is de groep waar je kan groeien. En wat wij eigenlijk proberen vanaf dag 1 dat ze bij ons binnenkomen van hey, die schoolladder, dat is wel een plek waar je kan groeien. De school is wel een plek waar jij mag zijn. De school is een plek waar je misschien heel graag wil zijn. En waar je langzaam omhoog kan gaan en zo toch successen kan behalen op een succesvolle plek, de school. Ja, en het is wel interessant wat je geeft net aan. Op die peergroupladder kunnen ze wel groeien. Waarom ervaren ze dat zo? Wat krijgen ze op die peergroupladder wat ze misschien in mindere mate ervaren op de schoolladder? Nou, wat ze dan veel hebben meegemaakt op de basisschool is dat als er een klassengesprek wordt gevoerd of als ze een som moesten doen, dat zij het antwoord niet wisten. En dan voel je je stom, dan voel je je dom. De juf die zei dat je dat niet kan. Maar op straat kan je misschien iets doen waar je wel complimenten voor kan krijgen, waar je wel op kan groeien. En dan voel je daar je trots. En uiteindelijk, iedereen wil gezien worden, iedereen wil gehoord worden, iedereen wil geliefd zijn. En het is voor ons als school natuurlijk de missie om te proberen dat die leerlingen zich in het klaslokaal gezien voelen. Ja. En dat ze daar kunnen groeien en kunnen bloeien uiteindelijk. Ik hoor heel erg die zoektocht naar erkenning en waardering, jongeren uiteraard hebben. En hoe kunnen docenten, welke tools zet jij in, welke inzichten gebruik jij om ervoor te zorgen dat die schoolladder wel aantrekkelijk wordt gemaakt voor die leerlingen? En waarom is het überhaupt belangrijk dat zij die schoolladder ook als hun eigen ladder gaan ervaren? Nou, je eerste vraag hoe ze kunnen groeien, hoe je dat kan doen als docent, is denk ik vooral heel erg op zoek gaan samen met de leerling van waar zit hun talent, waar kunnen ze groeien en ze daar heel veel complimenten op geven en inzet enorm belonen en heel veel waardering uitspreken voor wat ze doen. De lat ook echt hoog te leggen, dus niet oh je praktijk, dus hier ga maar wat doen en we zien wel verder, maar echt van wow, we gaan ver, weet je, wat is je doel, we gaan er naartoe. En zo samen te bouwen aan dat schoolsucces. En uiteindelijk is denk ik elke leerling heel blij als dat schoolsucces er is. Want dan krijg je ook je thuis trots, zeg maar. Heel veel leerlingen hebben op een gegeven moment het gevoel van ja, mijn moeder is niet eens trots op mij, want ik kan toch niks. Maar dan wordt die moeder trots. En dan kan je op je thuisladder ook groeien op een hele andere manier. Ja. Ja, dus je benadrukt echt die succeservaringen. Ja. En het belang dat jongeren dat ook op de schoolladder gaan meemaken. En dan wordt het meer een thuiswedstrijd voor hen en hun eigen ladder. En in het kader, want je geeft het vak persoonsvorming en burgerschap. Hoe draagt dat het switchen naar de schoolladder bij hier aan?
Ja, wij zijn vijf jaar geleden begonnen met het vak persoonsvorming en socialisatie. Het is inderdaad een soort burgerschap. Eigenlijk leerlingen die voelen zich, en die onzekerheid die ik zei, maar ze voelen zich ook heel ver afstaan van de maatschappij. Veel leerlingen hebben al heel jong te maken gehad met discriminatie en hebben het gevoel, ik hoor er niet bij. En wij proberen ze eigenlijk met persoonsvorming heel erg die talentontwikkeling. Dus waar zitten jouw talenten? Wat kan je? Wat wil je? Wat zijn je gevoelens? Hoe ga je met je gevoelens om? En aan de andere kant, het socialisatieaspect is heel erg burgerschap. Hoe werkt de maatschappij? Wat is jouw rol in de maatschappij? Wat kan jij betekenen voor die maatschappij? En ze het gevoel te geven dat ze ook echt iets kunnen bijdragen aan de maatschappij. En dat de maatschappij van hun is. En de maatschappij er ook voor hun is. En van, dat de hele wisselwerking is. En daardoor word je zelfverzekerder. En ga je ook willen groeien op die schoolladder. Want hey, als je groeit op de schoolladder, kan je vervolgens weer wat gaan betekenen in de maatschappij. Aha, dus de groei op de schoolladder. Maar tegelijkertijd ook je thuis voelen op de schoolladder. Daar zie je gelijk ook al de link mee, hè, naar de maatschappij strakjes toe. En natuurlijk hoe ze als burger onderdeel gaan vormen van die maatschappij. Ja. Dat heb je heel mooi beschreven. We hebben het nu heel erg over het switchen gehad. Ik zou het ook heel erg willen hebben over het klimmen op de scholen. Wat bedoelen we er nou mee? Martijn, kan jij ons misschien meenemen in hoe jij dat in de lessituaties tegenkomt? En welke inzichten jij inzet met betrekking tot dat laten klimmen en het laten klimmen van al jouw leerlingen? Sowieso, ik zit te luisteren en ik zie hier een heel interessant iets verschijnen. Ja. Namelijk alsof er binnen het PO een probleem lijkt gecreëerd te worden, wat in het VO in dit geval moet worden opgelost. Volgens mij is dat een structureel iets wat we constant zien in een situatie. En dat zien wij ook. He, wij zien ook een binnenkomst waarbinnen je dus gaat kijken, wat moeten wij met deze leerlingen? Wat willen we met deze leerlingen? En wat is het doel met deze leerlingen? En over het algemeen is het doel van een school helder, een diploma. Dat is over het algemeen het heldere doel. Maar wij zitten in een bepaalde situatie waarin wij veel leerlingen hebben die zich prima aan de schoolregels houden. We hebben leerlingen die op zich echt wel weten hoe het moet. Rustig gaan zitten, niet zoveel doen en dan weer weggaan. Beschrijf je hier dan eigenlijk dat switchen is niet per se uitdagend binnen jouw inderdaad. School? Ja. Okay. En juist die ontzettende comfortabele houding, zeg maar, dat comfortabele, dat zorgt er juist voor dat ze misschien ook weer niet dat klimgevoel krijgen. He, ze krijgen wat meer dat huiskamergevoel af en toe. Waardoor ze dus lekker gaan zitten en een gesprekje met ons aangaan als docenten en met elkaar. En dan na een uur denken, nou, dit was gezellig. En dat is heel gechargeerd natuurlijk, maar dat is wel een gevaar waar je op een school als deze, waarin je dus weinig switchproblemen kent, maar wel wat klimproblemen ervaart. Hoe zet je een leerling die zich heel lekker voelt, hoe zet je die aan? Hoe ga je die uitdagen? Want onderwijs is ook gedeeltelijk een conflict willen aangaan met jezelf. Onderwijs is ook, ik ga met mezelf een strijd aan om verder te geraken dan waar ik nu ben. Ja. En daarin is externe motivatie vanuit een docent heel erg van belang. Maar het is niet alles. Je kan niet als docent altijd maar dreigen met een cijfer of iets dergelijks. Dat is niet wat je wil. Nee, misschien ook meer van korte termijn. Hè? Het effect in ieder geval. En wat kan je als docent inzetten om juist die intrinsieke motivatie om te klimmen op de scholen eraan te zetten? Ja, dat is een heel ingewikkeld vraagstuk natuurlijk. Ik denk dat dat de kern is van het onderwijs aan zich. Ja. Aanraken bij een interessegebied is interessant. Nou, wij proberen dat al op deze school met bepaalde richtingen die wij aanbieden. Maar tegelijkertijd ook binnen je eigen vak. Maar als het aan mij ligt, ook tijd hebben om het gesprek aan te gaan met iemand. Leer een leerling kennen voordat je met diegene weet waar je naartoe wil. Ja. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door bijvoorbeeld persoonlijke opdrachten te geven in het begin van het jaar. Laat ze maar een brief schrijven. Laat ze maar een reflectieverslag schrijven. Waarin je een klein beetje die leerling terugziet. En dat je een haakje hebt om een band met die leerling op te bouwen. Ja. Ik zie Max in de tussentijd ook heel erg knikken. Is dat ook iets wat jij binnen jouw lessen graag wil doen? Hè? Aansluiten op die buitenschoolse leefwereld, die interesses die daar spelen? Daarop aanhaken? Ja, zeker. En daar inderdaad het gesprek over voeren en met elkaar kijken van hey, waar staan we? Hoe voel je je? Heel erg dat de brieven laten schrijven zijn hele mooie middelen om iemand inzicht te geven in wat er allemaal speelt. En vanuit daar verder met elkaar naar en wat gaan we nu leren? Ja.
En is dit iets waarvan je ook denkt, nou, dat zou je eigenlijk niet alleen maar... dit zijn niet inzichten die alleen maar voor de individuele docent gelden, maar die je echt wel breder zou willen doortrekken naar meer... dit gaan we als team doen, omdat we zien dat die intrinsieke motivatie, die sparkle aan wordt gezet. Ja, en ik denk dat daar een interessant onderdeel in ontstaat. Hè. We noemen het vaak aansluiten bij de leefwereld. Ik denk dat er een dubbele functie is. Ik denk dat je namelijk ook de buitenwereld moet laten zien die interessant is. Het aansluiten bij de leefwereld. En hoe bepaal je wat interessant is? Nou, daar kan je dus een stuk van jezelf in kwijt als docent. Hè, als docent zie jij de wereld om je heen. Je hoort de politiek. Je ziet de stad veranderen. Hè, voor ons bijvoorbeeld. En op het moment dat jij je vrij voelt en sterk voelt om daar ook over te praten met je kids, zeg ik vaak, maar met je leerlingen. Dan kan je dat enthousiasme ook wel weer overbrengen. Dan kan je zeggen, oké, ik snap dat voor jou dit heel erg interessant is, maar ik heb hier ook iets wat best wel heel erg tof is. Zullen we eens kijken in hoeverre wij elkaar begrijpen daarin. Ja. En ik hoor je heel erg spreken, hè, van de passie voor het vak zelf en hoe je dat meeneemt in het lokaal. Ja. In je lessituatie. En om dan iets meer terug te gaan op die vraag die ik hiervoor stelde. Hè, dus hoe kan je, in hoeverre zijn dit inzichten waar je dus ook binnen je team vaker met elkaar over in gesprek zou moeten gaan? Open deurenbeleid wellicht. He, dat je elkaar ook ziet. Dat je ziet wat een ander doet. Dat je met elkaar erover kan kletsen. Een stukje intervisie. Een stukje intervisie zit daar natuurlijk bij. Maar ook ruimte en tijd. Kijk, wij hebben bij een voetbalwedstrijd hebben we de rust. En dan praat je met elkaar. Dan ga je de tweede helft in met een nieuw gezicht. En op school hebben we dat eigenlijk niet. We hebben een begin en we hebben een einde. En daarin hebben we pauze waarin we even snel eten. En weer teruggaan. Idealiter zou je halverwege de dag bijvoorbeeld, zou je even een moment creëren waar je met z'n allen samen reflecteert. Even reflecteert. Ja. Hoe gaan we die tweede helft van die dag beleven? Dat zou ook op een weekbasis natuurlijk kunnen. Maar dat moet niet op een hele lange basis worden. Ja. Als je dat zou willen instellen. Ja. Ja. Zodat je dat nieuwe gezicht kan pakken. Dus het belang, hè, van bij elkaar komen en reflecteren op die lessituaties. En dat brengt natuurlijk ook met zich mee dat er gesprekken ontstaan over die gedeelde verantwoordelijkheid op dezelfde leerlingen. Helemaal in een VO-context. Hè. Ja, zeker bij ons. Ja, want wij hebben natuurlijk constant nieuwe docenten. Ja. Dus je gaat van docent naar docent natuurlijk. Ja. En ik zie Vera ook al knikken. En het is denk ik heel erg interessant. Misschien zou je op willen aanhaken op basis, hè, ook vanuit jouw rol als interne coach bij het MBO College West. Mm. Kan je ons daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Nou, want ik zat net te knikken, klopt. Ja, en dat komt heel erg omdat ik denk dat verwachtingen, hoge verwachtingen, lage verwachtingen, dat is iets dat is doordrenkt in de maatschappij. En die herzie je niet zomaar. Dus ik denk zeker dat het hebben van hoge verwachtingen, wat zo belangrijk is gebleken bij studenten, dat iets is wat je moet bespreken met elkaar. En niet één keer in de week, maar dat zijn thema's die je keer op keer eigenlijk terug moet laten komen, zodat het gewoon voor... Blijven voor ons, evalueren. Ja. Precies. Evalueren, maar ook blijven herhalen. En, en blijven uitspreken wat dat dan precies betekent en welke gedachten daarachter zitten. Ja. Hoe doen jullie dat bij jullie op locatie? Want jullie locatie heeft ook met de transformatieve school gewerkt. Zeker. En wat doe jij dan nu als interne coach? Nou, het is misschien leuk om een beetje achtergrondinformatie te vertellen. Is dat we, ik geloof 2012, 2013 zijn we begonnen met de transformatieve school binnen het MBO College West, ROC van Amsterdam. En toen kwam Ilias met zijn team, kwam de school binnen. Er zijn ontzettend veel masterclasses zijn er gegeven. Groot aantal lesobservaties hebben er plaatsgevonden. Er zijn expertdocenten zijn er op een gegeven moment benoemd. Dus er is gigantisch veel gebeurd in de afgelopen jaren. Maar wat we toch steeds merkten eigenlijk is dat het idee van er komt een team de school binnen en die doet zijn kunstje en hoe goed ook, hè, helemaal niks daarop aan te merken, maar hoe goed ook, die vertrekt ook weer. Ja. En dan blijf je als school, blijf je achter met oké, nu moeten we erover gaan praten en moeten we het zelf handen en voeten gaan geven. En dat gebeurde heus, hè, maar dat nog niet zo effectief dat we ook voelden dat het verduurzaamde binnen de school. Dus toen zeiden we, nou, willen we een team oprichten, dat hebben we TOT-team genoemd, dat betekent transformatief onderwijskundig team. En in dat team zit een docent of een onderwijs, iemand uit het onderwijs vanuit elke opleiding. Dus het team telt nu ongeveer 12 mensen, geloof ik, 12 tot 15 mensen.
En daarin komen wij, nou maandelijks komen we bij elkaar. En zijn we op dit moment, zitten nog in de oriënterende fase, maar zijn we bezig van oké, waar staat voor ons als college, als school, de stip op de horizon? Waar willen wij naartoe werken met die transformatieve school en hoe gaan we dat doen? Ja. Wat vinden we belangrijk? En hoe gaan we dat handen en voeten geven? Ja. En herken je dan ook wat Martijn zojuist aangaf, het belang van intervisie, dat collega's ook elkaars lessen kunnen zien en op die manier ook gesprekken echt kunnen voeren. Zeker, ja. Over die leerlingen, over de lessen? Ja, zeker. Ik denk die observatie is een ontzettend krachtig middel om tot gesprek te komen. He, want na afloop van zo'n observatie gaat het ook niet erover dit doe je goed en dat doe je niet goed. Nee. Maar het gaat erover wat zien we en wat gebeurt er in zo'n les? Wat doet het met jou als docent? He, want er gebeurt van alles met die leerlingen, maar laten we wel zijn, voor zo'n klas staan, dat is een flinke, dan heb je een fikse taak. Dus wat doet het met jou als docent? Nou ja, en wat kun je doen om iedereen tot leren te krijgen? Ja. Ik vind het ook wel heel mooi, want Martijn had het net ook al over. Hè, als je als docent ook een sterk geloof in eigen kunnen hebt, hè, van dit kan ik, ook met betrekking tot je vak. Dat komt natuurlijk ook tot uiting in hoe je de les gaat geven. Zeker, en ja. Wat dat betreft, lesgeven, hè, dat is toch wel een eenzaam beroep. En hoe kan je ook als docent natuurlijk die erkenning en waardering van collega's ervaren? Hè? Precies, ja. Hoe kan je jezelf, hoe kan je bewust worden van je eigen krachten, maar ook die van een collega? Ja. En hoe kan je elkaar op die manier opzoeken? Hè? Dus zeker. Wat dat betreft. Is ook die intervisie volgens mij wel essentieel. Zeker, daarin. Ja. Ik denk ook dat juist een stuk intervisie, maar dan praat je al meer over een structureel, eventueel een implementeren van iets. Het klinkt misschien heel raar, maar je voelt ook dat je even iemand bent binnen een organisatie. Aha. Die daadwerkelijk als persoon even wordt benaderd op een eigen vlak. He, dus op je eigen expertise, op je eigen kunnen en op je eigen geschiedenis bijvoorbeeld. En dat is iets wat je van elkaar als docenten nou ja, na schooltijd met een biertje ook wel eens doet, bijvoorbeeld. Maar dat is op een ander vlak. He, dan wordt het al snel dat je even gaat afkoelen. Terwijl je wil juist elkaar misschien juist een beetje kietelen, een beetje warm maken. Maar ik vind het wel heel mooi, want ik zie jou, ik zie ook weer een tegenstelling hierin. Hè. Nou, een tegenstelling, en misschien voelt het elkaar wel heel mooi aan, want je hebt het over hoe ook een docent de behoefte heeft om onderdeel te zijn van het geheel, maar tegelijkertijd ook wel die autonomie wil kunnen hebben. Hè, en wil weten, wat zijn mijn krachten, wat is mijn expertise? Ja. En daarin eigenlijk, net als een leerling, toch ook wel weer die differentiatie wil voelen. Ja. Dat is een woord wat we heel vaak gebruiken. Maar ook als docent heb jij een bepaalde achtergrond. Je hebt een bepaalde expertise. Maar je hebt ook dingen die je niet kan. Hè? En op het moment. Ja, en hoe zit het dan? Ja, nou ja, dat wordt soms niet zichtbaar. En soms wordt het wel zichtbaar. Want als dat toevallig in de lijn ligt van wat we met z'n allen bespreken, dan wordt het zichtbaar. Maar soms kan het ook heel frustrerend zijn als jij iets niet kan. Dat je eigenlijk niet weet waar je naartoe moet. Ja, want in de les valt het niet op, want je staat in je eentje. En na de les durf je er eigenlijk niet zo over te praten. Ja. He, dus je hebt het aan beide zijden. Ja. En ik denk dat ook wel weer een voorbeeld is van, ja, van een Matthäus-effect bijna bij het personeel wat kan ontstaan op het moment dat je te veel op die gemiddelde lijn aan het werken bent. Ja. He, dus het is beide inderdaad heel erg van belang, denk ik. Ja. En Matthäus, dat vind ik misschien wel leuk ook voor de kijkers thuis om dat nog even uit te leggen. Nou ja, dat de verschillen groter worden aan de randen omdat je focust op het midden. Ja. Want als ik daar nog even op mag reageren. Dus wat ik ook zo krachtig vind aan de observaties. En dan het terugkomen met jouw observatie of met jouw verhaal bij een team. Is dat je ook je collega's kan vertellen hè, wat er speelt bij jou in de klas. En dat jullie met elkaar dat kunnen gaan dragen. Dus dat je ook rugdekking kan ervaren van je collega's. Dat je met elkaar die leerlingen bedient. In plaats van dat je ook in je eentje voor die klas staat. Dat je in je eentje voor de klas staat. Maar dat je dus dat echt rugdekking ervaren binnen het team. En dat is een beetje wat jij dan bedoelt, hè? Denk ik, met onderdeel zijn van het geheel. Max, zou jij hier misschien op willen aanhaken en hoe dat bij jou op school gaat en het belang hiervan, hè, wat zojuist genoemd wordt? Ja, ik moest eigenlijk meteen denken aan de klassenvergaderingen die wij nu heel intensief hebben ingevoerd eigenlijk. Elke klas komt minimaal één keer per 3-4 weken aan de beurt, elke dinsdagmiddag. En vaak denken mensen bij vergaderen, oh nee, nog meer vergaderen. Maar je ziet bij ons, die klassenvergaderingen, die zijn zo krachtig en iedereen vindt het eigenlijk heel fijn, omdat we elke keer met z'n allen gewoon een klas helemaal doornemen. Oké, hoe ga jij met deze leerling om? Hoe ga jij dat doen? En samen eigenlijk bespreken van wat is de beste aanpak? En laten we het samen doen. En hey, ik heb morgen het 6e uur die klas. Ik vind dat een beetje moeilijk. We hebben heel veel open lokalen. Dus bij ons zie je elkaar
zie je de hele tijd. We hebben niet het idee van je verstopt in je lokaal, zeg maar. En je helpt elkaar heel erg. En dat vind ik heel, heel fijn. Het voelt draagt dat ook bij aan wat voor soort verwachtingen de docenten weer meenemen wanneer ze het lokaal ingaan? Dit soort momenten, dit soort gesprekken? Ja, zeker ook. Want het vak wat ik geef, persoonsvorming en socialisatie, haalt vaak hele andere talenten in leerlingen naar boven dan een wiskundeles of een Nederlands les. En wat ik heel vaak meemaak is dat docenten van, ik zeg maar wat Nederlands, dan zeggen, ja, heeft de cognitie niet. Lukt net wel. En dan zeg ik, nou, wat ik gisteren meemaakte tijdens mijn les, toen heeft hij dit verteld en dat. En hij kan dat verband leggen. Volgens mij, als je net deze vraag stelt, komt het er wel uit. En zo kan je samen toch die verwachting omhoog krijgen. En kan die Nederlands docent de volgende dag tegen de leerling zeggen, hey, ik hoorde van de juf dat je dit en dit hebt gedaan. Wat goed. Ja. En ik denk sowieso dat daar ook een crux zit voor als je naar de praktijk kijkt van de docent. Dat het eindresultaat is vaak helder. En de weg ernaartoe wordt vaak eenduidig beschreven op één manier. Zeker op het moment dat je binnen één vak zit. Terwijl als jij een denkvaardigheid of een spreekvaardigheid wil testen, dan kan je ook een leerling daarin verschillende methodes aanbieden. Verschillende manieren aanbieden om daar te komen. En waarom moet iets worden uitgelegd per se in taal? Waarom kan het niet een keer in beeld? Waarom kan het niet een keer in spraak? In andere dingen? In theater? En ik denk dat op het moment dat we daar met meerdere groepen, hè, wij zitten natuurlijk met secties, hè, dus we zitten met verschillende vakken. Als je met veel meer vakken daarover kunt kletsen, dan zou je zien dat je ook op een hele andere manier leerlingen gaat bedienen. En veel minder in die hokstructuur van de vakken blijft zitten. Waar heel veel leerlingen denk ik ook in verdwaald raken. Maar ik hoor hier ook heel erg, omdat die gesprekken dan niet langer gaan over hoe vind ik het prettig om les te geven. Maar het veel meer draait om hoe krijgen we die leerlingen aan het klimmen. En dat is natuurlijk een heel ander vertrekpunt wanneer je op die manier het gesprek aangaat. Omdat we al bijna richting een afronding moeten. En ik heel graag nog Vera ook wil spreken over haar andere rol als specialist passend onderwijs. Zou je ons willen vertellen hoe je de afgelopen periode hebt meegemaakt, dus ook tijdens de lockdown, en welke inzichten jullie wellicht ook meenemen voor het nieuwe jaar? Ja, zeker. Ik denk als specialist passend onderwijs zie ik de meest kwetsbare studenten uit het college. Dus het was reuze spannend natuurlijk voor alle studenten, maar nou ja, misschien nog iets spannender voor deze studenten, hoe die lockdown, hoe dat hen zou vergaan. En ik heb eindeloos veel verhalen die ik nu natuurlijk niet kan vertellen. Maar wat ik niet zozeer had verwacht en wat wel zo is geweest, is dat ik studenten begeleid die bijvoorbeeld autisme hebben of een sociale angststoornis. En die moesten online lessen gaan volgen. En die knappen daar dus helemaal van op. Dus, want die kunnen zonder prikkels, zonder naar die school te hoeven komen. En een dus reis die floreerde achter eigenlijk in die online setting? Die floreerde. Dus het waren studenten die altijd, als het over kansen hebben en je hebt een sociale angststoornis, heb je minder kansen dan iemand zonder die sociale angststoornis. Maar nu was dit iemand die helemaal, die voelde zich helemaal thuis daarin. En dat is prachtig om te zien. En zijn jullie daar ook binnen jullie team, binnen de locatie ook mee bezig om deze inzichten mee te nemen? Nou, zeker wel. Het is bijvoorbeeld nog een ander klein voorbeeld. Is een student die zit op dit moment in een Blijf van mijn Lijfhuis. Nou, ontzettend heftig verhaal. Normaal gesproken zou je zeggen, nou, als jij daar zit, kan je niet naar school komen. Dan is het verhaal klaar. Ga maar weer door met je opleiding als de situatie weer veilig is. En nu zetten we voor haar een computer in het klaslokaal. Geeft de docent live les en zij kijkt mee via de computer. En die jonge vrouw kan door blijven studeren en zij gaat haar diploma halen over een paar weken. Nou, daar ben ik echt diep ontroerd door. Ja, heel mooi. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En hoe je die inzichten gebruikt om toch een stukje maatwerk te bieden. Ja. En ook weer dat ongelijk investeren om die kansengelijkheid te kunnen krijgen. We moeten helaas al afronden. Ik vond het echt een super interessant gesprek. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid, maar ook vooral jullie bijdrage vanavond. Dan gaan wij in gesprek en wisselen we van gasten en gaan we nu in gesprek met schoolleiders ook van de transformatieve scholen. Scholen die hebben meegedaan met het programma van de transformatieve school. We hebben aan tafel Nikki van Groenendaal, directrice van de basisschool Don Sarto in Tilburg. Jeroen Bos van het Rijswijks Lyceum. Jolande de Beer van Lyceum Rotterdam. En Atik Demi, onderwijsleider van het team Pedagogisch Werk van het Albeda College in Rotterdam. Welkom allemaal. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid ook. We hebben net echt het veel meer gehad over die lessituaties. Ook veel verhalen over de praktijk gehoord. En het is denk ik ook interessant om
om jullie verhalen te horen uit de praktijk, hè, als schoolleiding. En hoe zijn jullie dan bezig met het thema kansengelijkheid? Welke inzichten zetten jullie in? En in hoeverre zijn jullie dan ook bezig met cultuurverandering? En hoe doen jullie dat? Ik zou graag willen starten met Nikki. Onlangs heb jij ook bijgedragen aan een artikel van Omroep Human. Ik vond daar iets, dat je daar iets heel interessants zei, waar ik je graag iets over wil vragen. Je gaf aan dat jullie op school inmiddels zijn gaan kijken naar het kind in plaats van de leerling. Ja. Wat bedoel je hiermee? Vaak zie je het gedrag van de leerling in de klas. Maar achter gedrag zit een heel verhaal. En als je dus naar het kind in de totale context kijkt, dan is het gedrag verklaarbaar. Dus wat wij hebben gedaan is veel meer gericht op de totale context kijken. Van waar komt gedrag vandaan? Wat is de gezinssituatie? Wat zijn belangrijke aspecten die dus meewegen in hoe een kind de klas binnenkomt? Dus eigenlijk hè, die andere leefwerelden? Die andere leefwerelden die zijn van zeer groot belang voor de leerling, of het, eigenlijk dus het kind, dat de klas inkomt. Ja. En zijn zelfs vaak randvoorwaardelijk. Als je met honger binnenkomt en je hebt dat echte hongergevoel wat we allemaal wel eens kennen, en de juf komt dan aan met we gaan lidwoorden leren of we gaan de tafels doen. Ja, daar ben je op zo'n moment helemaal niet mee bezig. Ja. Het stukje armoede kan effect hebben. Maar je hebt ook het sociale aspect wat heel erg mee kan wegen in hoe een kind binnenkomt. Als jij 's ochtends al ruzie hebt gehad met je ouders. Daar allerlei dingen, of je ouders hebben ruzie gehad en jij bent daar getuige van geweest en jij komt met zo'n ballast binnen, ja, dan moet jij eerst je weer terug kunnen komen tot jezelf, je veilig voelen. En dan pas kun je echt gaan leren. Dus dat is wat ik eigenlijk bedoel met we kijken naar het kind en niet naar de leerling. Ik hoor al heel erg hoe die inzichten belangrijk zijn. Maar als we het dan een beetje droog naar gaan kijken. Je werkt in het onderwijs. En binnen je cirkel van invloed kan je weinig veranderen in die andere leefwerelden. Dus hoe gebruiken jullie die inzichten dan om hiermee om te gaan? Vanuit de transformatieve schoolgedachte. Wij zijn daar een aantal jaar geleden mee gestart. In het stukje coaching van de leerkrachten. En ik heb zelf een aantal masterclasses bij Ilias gevolgd. En wat mij daar vooral bij op is gevallen, is het stukje, als school heb je 40% invloed op de self-efficacy, het geloof in eigen kunnen van een kind. En de 60% gebeurt daarbuiten. Dus dat is de thuissituatie. En dat is de straatsituatie of de peersituatie. En in principe hebben wij niet direct invloed op de thuissituatie. Maar wel op het geloof in eigen kunnen van het kind. Juist. Ja. Maar ook deels waar het vaak ook misgaat, is het geloof van eigen kunnen van de ouders. Zelfs, ik durf bij ons in de wijk zelfs te stellen dat het soms ook gewoon misgaat in het geloof in eigen kunnen van de wijk. Als collectief, zeg maar. Omdat de wijk op een bepaalde manier wordt weggezet en in de media komt. En dan ga je er ook zelf op een negatieve manier. Dus ik denk dat daar een belangrijke taak ligt. Onze primaire taak is onderwijs. Want als ik kijk naar de afgelopen periode, we hebben beter gescoord op de eindtoets dan we de afgelopen jaren hebben gescoord. Dus ik denk dat dat mede komt omdat je in die lockdownperiode vooral gericht hebt op taal en rekenen. En de andere dingen eigenlijk achterwege heb gelaten. Ik zeg niet dat die onbelangrijk zijn. Nee. Ik denk nog steeds dat die ontzettend belangrijk zijn. Want ik vind cultuur ook echt heel belangrijk. En ik vind ook nog steeds, we gaan volgend jaar ook gewoon weer naar het theater en die ervaringen opdoen. Je hebt wel kunnen zien dat heeft bijgedragen, hè, aan het kwalificeringsstukje, hè, ja, de resultaten. Maar wat heeft daar nog meer aan bijgedragen? Aan het stukje van de eindtoets? Ja. Ik denk dus de focus. En ben ik ook met het team gaan kijken. En ook met mijn IB'er van, wat is er nou nodig? Want
Op een gegeven ogenblik waren leerkrachten met zoveel dingen bezig voor een jonge voetbal organiseren. Omdat je met je hart, je hebt dat kind voor je neus, je doet het met je hart, met passie. Het kind wil graag voetballen, ouders krijgen het niet geregeld, dus je gaat het regelen. Ik was zelf ook regelmatig bezig met onderzoeksaanvragen. Dus mensen, toch proberen invloed te krijgen op die andere leefwerelden. Ja. Maar je krijgt daar gewoon werkbelasting van. Het is niet de primaire taak van de docent of de leerkracht om ook nog bezig te zijn met al die andere dingen. Nee. Dus ik ben eigenlijk in het netwerk binnen Tilburg zijn we, en gelukkig gebeurt dat binnen Tilburg op veel meer scholen, ook vooral binnen onze stichting, zie je dat veel meer scholen zien. De randvoorwaardelijke dingen is ook het sociale aspect. Ja. En om daar toch invloed op te krijgen, op die 60%, heb je het sociaal domein nodig. Ja. Dus daarmee bedoel je dan denk ik ook professionals. Die binnen het sociaal domein. Ja. Want mijn leerkracht hoeft geen trauma-expert te zijn. Daar heb je niet voor gestudeerd. Dat kan ik ook niet van jou verwachten. Maar je krijgt wel een getraumatiseerd kind binnen. Ja. En dus wegkijken kan ook niet. Nee, tuurlijk niet. Dus eigenlijk heb je ook andere mensen ingezet. Ja. Om ook invloed te kunnen uitoefenen. Hè, op die andere zaken die in die andere leefwerelden zich voordoen. Waardoor de docent weer ook echt docent kan zijn, zeg ik dat goed? Ja, en dat is in ontwikkeling, maar dat is wel waar we naartoe willen. Ja. Ja. Dus eigenlijk wel echt een grote cultuurverandering hoor ik nu al op het moment dat die docenten, hè, en dan is het streven om dat 40% en die invloed die je als docent kan behalen, lijkt dan iets meer haalbaar natuurlijk, ja. Hè, als je dan ook echt alleen maar docent hoeft te zijn. Dat is het streven ja. wel. Ja, ja. En dan, ik ben dan benieuwd, hè, jij beschrijft dat vanuit een PO-context. Ja. Jeroen, jij bent schoolleider van een VO-locatie. Ja. Als we dan hebben over de invloed van docenten op dat geloof in eigen kunnen van leerlingen, voor 40% vanuit de school. Ja. Maar binnen een VO-context, de docenten daar, die hebben niet dezelfde klas de hele dag voor zich. Hè? Dat is meer een gedeelde invloed. Nee, daar liggen zeker andere uitdagingen. Ja. En even een stukje ontwikkeling op mijn school. We zijn natuurlijk ook al langer bezig met de transformatieve school in de afgelopen jaren. We zijn op het moment heel druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw schoolplan en een visie voor de toekomst. En wij hebben voor onszelf terugkijkend op de transformatieve school, maar ook de coronaperiode en de hele discussie over kansengelijkheid. Ja, ook wel tegen elkaar gezegd van ja, wij moeten nu echt een doorbraak gaan forceren. We moeten het anders gaan doen. En we hebben heel veel initiatieven gehad om daar iets mee te doen in de afgelopen jaren. Maar het blijft toch een beetje, we blijven toch het gevoel soms houden van het is een beetje pleister. Plakken. We moeten daar meer in gaan doen, structureel. Dus niet meer op korte termijn denken, niet meer maar op korte echt termijn, op lange maar termijn. Op lange termijn. En dat overstijgt natuurlijk ook de periode van het Nationaal Programma Onderwijs. En dat overstijgt ook de periode van 4 jaar schoolplan. Wat mij betreft gaat dat over 10 jaar. Zodat je ook over een langere periode kan gaan meten wat het effect van een en ander is geweest. Maar om even kort samen te vatten. Wat de ontwikkeling die wij met elkaar ingaan is dat we in ieder geval gaan zorgen dat we veel tijd en ruimte gaan maken voor docenten. Dat betekent dat zij in hun baan minder lessen gaan geven. Maar dat er veel tijd vrijkomt voor een drietal onderdelen. Ten eerste voor teamprofessionalisering van en met elkaar leren rondom het vraagstuk van hoe kunnen wij onze leerlingen nou optimale kansen bieden. Er komt tijd en ruimte om echt het onderwijs verder te ontwikkelen en er komt veel ruimte om leerlingen in kleine groepen of in één op één intensief te begeleiden. Aansluitend bij waar de leerbehoefte van die leerlingen ligt. Op het gebied van achterstanden, op het gebied van executieve vaardigheden, op het gebied van extra uitdaging, want dat kan natuurlijk ook. Want ook die behoefte is er bij onze leerlingen. Dus dat is één deel van het verhaal. En het andere deel, en dat sluit denk ik een beetje aan bij wat Nicky ook vertelt, is dat wij ook heel erg willen gaan investeren. Niet alleen vanuit de vakinhoud, maar vanuit op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en socialisatie. En daarin zullen we ook partners van buiten aan de school gaan verbinden en erbij betrekken. En dat kan gaan over vraagstukken om de weerbaarheid van jongeren te vergroten. Het kan gaan over vraagstukken van hoe kunnen we talenten nou verder ontwikkelen. Waar ligt überhaupt je passie? Kan je daar wat mee doen? Dus toneelvereniging, sportclub, jongerenwerk, maar misschien ook wel
De fotoclub, het kan van alles zijn. En dat willen we vervolgens ook aan ons onderwijs koppelen. En we willen zelfs zover gaan dat we dat ook omkleden met maaltijden voor leerlingen. Zodat het ook aantrekkelijker wordt om langer op school te blijven. Maar het geeft natuurlijk ook meteen voedsel aan de geest in letterlijke zin. Want ook dat is belangrijk. Ja. Dus dat is even in een notendop. Waar ik wel nog heel even stil bij wil staan, is jullie willen anders omgaan met de tijd. Ja. Die de docenten hebben, die de docenten krijgen. Ja. En je noemde daar ook als een van de speerpunten meer tijd om als team bij elkaar te komen. Waarom is dat belangrijk en hoe relateer je dat aan het thema kansengelijkheid? Nou ja, ik denk dat is ook wel een inzicht wat we onder andere natuurlijk geleerd hebben uit de transformatieve school. Dat het met elkaar en van elkaar leren een heel erg belangrijk item is. En dat dat eigenlijk ook de enige manier is om met dit vraagstuk om te gaan. Het moet een collectief vraagstuk zijn wat we met elkaar gaan oplossen. En Martijn zei het net ook al in het vorige gesprek, de behoefte om af en toe even stil te kunnen staan bij wat je nou eigenlijk doet. Het kunnen reflecteren op, zijn we nou de goede dingen met elkaar aan het doen of kunnen we dat misschien nog beter? Die tijd en ruimte die ontbreekt vaak. En dat, of de docenten hebben nu vaak het gevoel dat dat ontbreekt. Maar bijvoorbeeld ook, we hebben vanuit de transformatieve school heel veel lesbezoeken bij elkaar gebracht. En ik hoor eigenlijk van mijn collega's alleen maar terug, dat was heel erg waardevol om met elkaar die lessen te bezoeken, om dat via een bepaalde methode ook met elkaar na te bespreken. Dat werd enorm gewaardeerd en dat werd ook als enorm leerzaam ervaren. Ja. Nou, dan op een gegeven moment is dat traject voor docenten voorbij en dan zeggen we natuurlijk van nou, ga vooral bij elkaar op bezoek. Maar ja, dan lopen mensen natuurlijk toch vaak weer aan, docenten aan. En het praktische vraagstuk, is er tijd? Is die precies ruimte er? Nou, en die tijd en ruimte willen we echt heel bewust gaan inbouwen om dat soort dingen met elkaar op te bakken. Om de continuïteit van dat samenwerken en samen naar die leerlingen te kijken. Zeker. Te kunnen waarborgen. Ja. Heel mooi. Jolande, als je dit zo hoort, wordt tijd vrijgemaakt. Dus eigenlijk een bepaalde randvoorwaarde om die coulissenruimte, zoals we dat noemen, te verbreden. En is dat dan voldoende om ook te kunnen verdiepen binnen de coulissenruimte? Of is daar meer voor nodig? Hoe zie jij dat? Nou, er is misschien wel meer voor nodig, maar ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik denk dat ik denk wel dat het heel goed is om het belang van de teameffectie, dat dat heel erg goed over tafel komt. Want wat jij nu allemaal noemt, dan word ik dan een beetje jaloers van. Want voordat je zover bent, je moet dat echt met elkaar doen en dat samen doen. En om te kunnen leren, kinderen om te kunnen leren, hebben ze geloof in eigen kunnen nodig. Maar ook een docent moet geloof in eigen kunnen hebben. En nog sterker, het team moet geloven in wat het team allemaal kan. Dus die consistentie die Martijn ook noemde, erkenning en waardering voor kinderen. Maar dat moet er dus ook erkenning en waardering zijn voor docenten. En zo op al die lagen moet dat kloppen, anders werkt het niet. En ik heb dat heel erg gemerkt in de afgelopen jaren op de scholen waar ik gewerkt heb. Als ik heel even terugga, toen werd mij pas duidelijk hoe belangrijk het is dat je als team gezamenlijk dingen oppakt en het hebt over onderwijs. Ben je directrice geweest van het Marnix Gymnasium? Even een vraag tussendoor. Sommige mensen horen over een kathedrale gymnasium en denken, hoezo ben je dan met kansengelijkheid bezig? Ja, toch wel. Vertel. Ja, nou, het Marnix Gymnasium was eigenlijk wel van oudsher een beetje een gymnasium waar leerlingen zaten met een homogene leerlingpopulatie, zullen we maar zeggen. Ja. Kinderen die van huis uit best veel kansen kregen, een beetje hetzelfde achtergrond hadden als de docenten. Maar het was al een gymnasium dat midden in de stad stond. En dat is eigenlijk best wel raar. Er kwamen overal kinderen vandaan, behalve eigenlijk uit het centrum van Rotterdam. En dat is toch een beetje vreemd. Dus als schoolleiding vonden wij toch dat we dat... wij wilden meer een afspiegeling worden van de Rotterdamse samenleving. Daar zijn we op in gaan zetten. We zijn gaan werven bij basisscholen waar we nooit kinderen van kregen. We zijn een talentenklas gestart voor kinderen die potentie hadden voor gymnasium, maar taalachterstand hadden. Bijwerken in groep 8, waardoor ze wel bij ons konden starten. Dat leidde ertoe dat de populatie van de school veranderde. Dus er kwamen kinderen met van allerlei verschillende achtergronden binnen. Veel kinderen met een biculturele achtergrond. Dus eigenlijk beschrijf je hoe de actieve rol en visie van een school er echt wel toe kan leiden dat het diverser wordt. Ja. En als dat niet gebeurt, blijft het dan wel ongeveer hetzelfde zoals het al was? Krijg je die diversiteit? Nou, ik denk dat, kijk, de tijd doet natuurlijk ook iets. Rotterdam is ook veranderd. Dus ik denk zeker dat er toch ook wel iets verandert. Ja. Maar ik denk dat je als schoolleiding wel bewust dingen kunt doen om wel of niet toegankelijk te zijn. Ja. En er zijn best wel... Je kunt dingen doen om wat toegankelijker te worden. Laat ik het zo zeggen, als je daar bewust van bent. Ja. En dat hebben we wel gedaan. Maar dat betekende wel dat docenten eigenlijk te maken kregen met...
Ja, het werd wel eens omschreven van, ik miste eigenlijk het normale, wat voor mij zo gewoon was, het emotionele lijntje wat ik met leerlingen had. Dat had ik niet meer, werd er dan gezegd. Want je kon ze niet altijd meer bereiken. Dat docenten zich herkenden ook in die leerlingen. Hè? Ja. Al die leefwerelden leken eigenlijk op elkaar. Opgeschreven codes die er zijn in een klas. Ja. Men begreep elkaar. Dus dat ging eigenlijk wel prima. Maar dat veranderde eigenlijk heel erg. En ik merkte eigenlijk pas hoe eenzaam docenten werden. Toen Ilias een keer bij ons een lezing kwam houden. En die legde eigenlijk uit over die schoolladders. Dus de schoolladder, de thuisladder en de omgevingsladder. En wat er dus eigenlijk gebeurde in die klas. En heel veel docenten zeiden toen, want dit gebeurt bij mij. Hier worstel ik mee. Ja. En toen bleek dat ze daar allemaal mee worstelden. Maar eigenlijk met elkaar niet over gehad hadden. Nee. En toen zijn we de transformatieve school begonnen. Daar horen natuurlijk bepaalde dingen bij, zoals intervisie, bij elkaar gaan kijken. En achteraf gezien besefte ik pas dat de grootste winst daarin was dat de collega's met elkaar gingen praten over hoe ze de dingen eigenlijk deden. Hoe ze het eerste plaats, hoe ze het met elkaar, hoe ze het ervoeren. Maar daarna ook hoe ze dingen anders konden doen, hoe ze elkaar konden helpen. Er ontstond een soort ontspanning eigenlijk. Dus alle spannende dingen die ervoor waren, als een incident wat in de klas was altijd heel erg spannend. En nu was het eigenlijk veel minder spannend, want weet je, daar komen we wel uit. Want we hebben het erover met elkaar. En kan jij dit gesprek voeren? Ik vind het met die ouders moeilijk. Nou, dan kom ik er toch bij. Dus er ontstond een hele andere cultuur. Waardoor je ook anders naar uitdagingen gaat kijken. Dus het geloof in eigen kunnen van een team werd veel sterker. Ja. Nou, en toen kwam ik hier op het lyceum. En toen verbaasde ik me in het begin heel erg. En ik kon het in het begin niet plaatsen. Want ik trof eigenlijk een hele sterke school aan. Alle groene bolletjes van de inspectie, zal ik maar zeggen. Heel sterk. Hele blije kinderen. Heel veilig. Docenten waren eigenlijk ook best wel heel tevreden. En tegelijkertijd vond ik dat er relatief veel klachten waren van ouders. Over ongelijke behandeling van kinderen. Ik vond dat dingen snel escaleerden. Dus als er iets was, dan ging het heel snel van mentor naar afdelingsleider. En voor het wist lag het bij mij. Een kleedkamer, zal ik maar zeggen, waar heel veel met elkaar gepraat werd. Ook heel veel geklaagd. Ja. Een sterk wij- en zijgevoel, schoolleiding, docenten. Ja. En toch was het een hele goede school, heel sterk. Aha. En toen dacht ik, als je dan beter gaat kijken, dacht ik, ja, het is precies wat Martijn zei. Hier op school, die docent met die leerling, heeft het heel goed. Dat voelt best wel stevig, want ze begrijpen elkaar, het is gezellig. Maar wat we met elkaar doen, die docenten met elkaar, dat waren allemaal eilanden. En toen dacht ik wel, als het misgaat, op het moment dat hier ook de populatie wat gemixter gaat worden, en dat gaat worden, of een andere crisis, ik kon toen corona niet voorzien, maar stel je voor dat, dan wordt het hier ingewikkeld. Want dan sta je toch in één keer heel erg alleen als docent. Ja. En toen kwam corona. En ik denk dat dat ook bij ons op school best wel heel erg erin gehakt heeft. Dat die eenzaamheid daardoor ook wel vergroot is. Ja, en maar dat het dan ook denk ik wel het wat urgenter maakt. Hè? Ja. Dat we wel iets meer elkaar als team gaan opzoeken. Ja. En op die manier de uitdagingen aangaan. Ja. Dus het is nu zaak om we gaan heel veel gesprekken voeren. Maandag beginnen we met een studiedag. Eigenlijk moeten alle scholen open. Maar wij hadden al een studiedag gepland. Gaan we toch door laten gaan. En dan gaan we het juist heel erg hebben over, waar staan wij nou voor als school? Wat vinden wij nou belangrijk? Wat zijn onze waarden? En als we dat helder hebben, welk normatief kader willen wij hier dan met z'n allen eigenlijk hebben? Wat gaan wij uitdragen hier met z'n allen? Ja. En waar gaan we elkaar een gemeenschappelijk normatief kader? Een gemeenschappelijk normatief kader. En niet ieder voor zich het eigen normatief kader, het privé normatief kader in de klas. Waardoor al die klachten ook steeds komen. Want bij Pietje mag het wel, bij Jantje mag het niet. Nee. Maar het geeft ook onzekerheid ten opzichte van elkaar. Dus meer het gemeenschappelijk normatief kader. Ja, nou, mooi. Dank je wel hiervoor. Als ik dan het A-ticket het gesprek wil aangaan. Je hoort het gemeenschappelijk normatief kader. Is dit ook iets waar jullie bij jouw team mee aan de slag zijn gegaan? Nou, ik herken een hele hoop. Dus we hebben het over professionele eenzaamheid. Maar we worsten eigenlijk allemaal met dezelfde dingen. We zitten in Rotterdam met Albra en we zitten in allerlei verschillende delen van Rotterdam. Ik zit met name in Rotterdam-Zuid. We hebben meer dan 200 verschillende nationaliteiten binnen de school. Daar zijn we super trots op. Maar we zien ook een weerspiegeling van eigenlijk onze mini-maatschappij. Zien we ook onder onze docentenpopulatie. En daar ontstaan die verschillen ook. Ja, dan moet je inderdaad met elkaar het gesprek gaan voeren. Ja, wat vinden wij dan waardevol en welke kant willen we dan op gaan?
welke docent je ook spreekt, die zullen allemaal zeggen dat ze op een bepaald moment hebben gekozen voor dit beroep, omdat ze het voor die leerling, omdat ze het voor die student willen. Ze willen graag iets leren aan de ander, zodat we daar met z'n allen beter van gaan worden uiteindelijk. Het is een gedeelde overtuiging wel. Het is een gedeelde overtuiging. Maar om dat gezamenlijk te kunnen bereiken, moet je wel geloven in je eigen kunnen. Om dat gezamenlijk te kunnen bereiken, moet je wel iets gaan doen bij je leerlingen, bij je studenten. Het geloof in eigen kunnen bij je eigen leerlingen, bij je eigen studenten moet je gaan vergroten. Nou, als er één ding is wat deze hele coronacrisis ons heeft geleerd, is dat je heel snel kunt vereenzamen. Vlak na de laatste lockdown heb ik een lesbezoek gedaan bij een van mijn docenten. Dat was ergens halverwege de week. Nou, toevallig dat was van een klas die toen voor het eerst op school was. Ja, daar werden toen verhalen gedeeld van studenten die vertelden dat ze 's ochtends een laptop opendeden. En eigenlijk totdat ze weer gingen slapen achter die laptop zaten. Er was verder niks voor hen. Geen sociale contacten. Niemand die hun even collectief een complimentje gaf. Het gebeurde allemaal via dat scherm. Ja, ik merk dat dat nu weer iets met me doet. En dat deed het op dat moment ook. Maar beschrijf je hier dan dus eigenlijk dat tijdens die survival modus elke docent voor zich die lessen blijft geven en er niet vanuit collectief werd gekeken naar oké, maar hoe ziet zo'n dag er voor onze leerlingen uit? Nou, dat wil ik niet direct zo zeggen, want we hebben wel continu het professionele gesprek met elkaar gevoerd, standaard overleggen gehad, nog steeds ook digitaal bij elkaar op lesbezoek geweest, want dat deden we al even. Er zijn ook wat parallele processen die langs elkaar liepen, of simultaan liepen moet ik zeggen. Maar ik heb het nu vooral over wat die student ervaart. Ik bedoel, dan kunnen we met z'n allen dat gesprek wel gaan voeren. En hoe ze dat meenemen wanneer je weer opent. Ja. Ja, we zijn hartstikke blij dat we weer open mogen. We doen dingen in halve klasse. Nou, dat merk ik aan alles. Ik merk het aan mijn studenten, ik merk het aan mijn docenten. Maar wat blij dat we weer met z'n allen iets kunnen doen. Ja. Maar wat blij dat we met z'n allen kunnen bijdragen aan dat geloof in eigen kunnen. Ja. Nou, de echte gevolgen van corona denk ik dat die nu niet gelijk zichtbaar zijn. Die zullen de komende jaren zichtbaar gaan worden. Daar hebben we echt wel een aantal jaar voor nodig om goed te kunnen begrijpen wat heeft dit nou. En is het in het belang daarvan ook belangrijk dat teams bij elkaar blijven komen? Absoluut. Om te kijken hoe het gaat? Absoluut. Ja. Ja. Dus het belang van die collective teacher efficacy, dat zie je ook terug. En waar ik ook heel benieuwd naar ben, want Vera heeft ons verteld over HBO-college in Amsterdam. Jij zit in Alberda, Rotterdam. Ze vertelde eigenlijk ook over hoe sommige leerlingen floreerden tijdens die online periode. En dat ze dat als inzichten mee willen nemen. Hebben jullie ook al bepaalde inzichten nu al met elkaar gedeeld? Of jullie denken, oké, dat moeten we, daar moeten we iets mee doen. Dat gaan we niet nu laten liggen en nu we weer naar de oude normaal gaan. Absoluut. De coronacrisis heeft gelukkig niet alleen maar nadelen gehad. Dat klinkt best gek. Maar we hebben ook wel voordelen eraan gehad. Het heeft ons namelijk enorm geholpen in het kunnen differentiëren en in het kunnen bieden van maatwerk. Ik hoorde net het voorbeeld van iemand die met angststoornissen eigenlijk niet naar school kon. Maar dat wel vanuit huis kon doen. Nou, die studenten hebben wij ook gehad. Het tegendeel heb ik ook gezien. Studenten die bij mij aanklopten van ja, moet je kijken, ik zit met 7-8 man in een appartementje. Ik kom gewoon niet aan studeren toe. Nou, dat zijn wel studenten die we op school hebben gehaald of naar school hebben gehaald. En die we toch nog op school hebben kunnen begeleiden. Weliswaar samen met de rest van de klasgenoten online onderwijs. Maar toch wel bij ons op school in een beschermde omgeving. Maar dat wat je noemt van die studenten die juist aan het accelereren zijn. Juist laten zien dat ze meer in een mars hebben. Die hebben we ook zeker gehad. Ja. Ja. En daar dus ook al concrete ideeën bij, ook hoe die dat in het nieuwjaar? Nou ja, ik denk dat teruggaan naar dat oude normaal. Ik noem het even heel gechargeerd. Ja, ik zeg niet dat het zo is, maar heel gechargeerd. Met z'n 30 in een klaslokaal, een docent praat en je hebt te luisteren. Heel gechargeerd. Dat zal het nooit meer worden. Wat wij nu ook hebben gedaan, is ons onderwijs dusdanig aangepast dat we meer luisteren naar de vraag van de student. Wat wil de student leren? Hoe wil de student leren? Dit is niet altijd per se in een klaslokaal, dat kan er ook buiten zijn. Dat kan zijn op een stagelocatie, dat kan zijn vanuit, nou vul het maar in. En dat hoeft dus niet altijd binnen die vier muren meer. En ik denk ook dat een combinatie van een stukje online onderwijs en een stukje fysiek onderwijs, en dat kun je zo breed invullen als dat je wil, dat het altijd zal blijven.
Ja, dus en, echt wel iets meer op zoek naar ook maatwerk. En in dit geval ook hoe je die online resources kan gebruiken om dat juist voor elkaar te krijgen. Ja. En ik ben ook benieuwd, want Nikki vertelde net in het PO hoe ze iets meer zijn gaan scheiden tussen dat een docent ook echt docent kan zijn. En dat al die andere vraagstukken die echt belangrijk zijn, dat ze daar als school wel committed zijn om daar iets mee te doen, maar weer andere professionals voor halen. Ja. Herken je dat ook bij het MBO? Dat je denkt, oké, dat iets meer partnerships met andere experts en mensen die daar geschikt voor zijn? Ja, zeker. Ik begon mijn verhaal met een docent wil primair eigenlijk iets aan de ander overdragen. Daar hadden we op voorhand al een interessante keuze in gedaan, namelijk dat de SLB'er, de mentor van een student, veel meer gaat doen. In die zin dat er veel meer contacturen zijn. Dat ook een groot deel van de lessen door één en dezelfde mentor SLB'er wordt gegeven. Met de middelen die we hebben gekregen in coronatijd van OCMW, waar we overigens heel erg blij mee zijn, hebben we ook extra expertise binnen kunnen halen, juist voor die studenten die op een andere manier de begeleiding nodig hebben. Ja. Ik wil hier ook gelijk gebruik van maken en zeggen dat we die middelen ook wel voor langere tijd nodig zullen hebben. Wij gaan het echt wel merken nog. Ja. En de vraag naar een aangepast traject of aandacht op een andere manier, dat hoorde ik jou ook zeggen, gaat echt wel toenemen. Ja, en hebben wij dan docenten opgeleid die juist hun vakkennis willen overdragen in connectie met hun studenten? Of hebben die maatschappelijk medewerker opgeleid die naast alles al wat hij moet doen ook nog eens dat moet gaan doen? En ik denk precies dat, hè, dat de docent met zijn vak bezig kan zijn, maakt het ook aantrekkelijker. Wat je nu ook vaak ziet is dat, dat er in principe genoeg mensen zijn, docenten zijn, maar dat de commitment er niet meer is na een aantal jaren, omdat ze uitgeblust raken. En ik denk als ze bezig kunnen zijn met daar waar ze voor opgeleid zijn, dat die commitment gewoon er is en blijft. Ja. En draagt het ook bij aan die commitment als docenten dus meer kunnen ervaren dat ze onderdeel zijn van een team? Draagt dat ook bij aan een commitment? Dat je dus minder die eenzaamheid in het beroep hoeft te hebben? Volgens mij is dat waar we het over hebben. Tuurlijk is dat zo. Ja. Op het moment dat je natuurlijk je gesteund voelt door je collega's. Op het moment dat je weet dat je terug kan vallen op een begeleidingsstructuur. Dat je weet dat je ergens met je probleem heen kan. Dat je met elkaar dat kan delen en kan praten over een oplossing. Ja, tuurlijk helpt dat. Of zorgt dat voor binding met het team, met de school. Maar dat heeft dus wel echt een soort van een mindsetverandering, cultuurverandering nodig. Want heel vaak zien we toch in de praktijk, dat kom ik ook vaak tegen, dat het toch een heel individueel beroep is en mensen heel erg vanuit de ik handelen. Ja, dus je hebt dat wel bewustwording voor nodig. En ik hoor jullie ook zeggen, structuren die dat faciliteren, die duurzaamheid daarin garanderen. Dat is natuurlijk interessant. Ilias had het net over die tegenstellingen. Hij noemde onder andere cultuur, structuur. Ja. Nou, toevallig heb ik vanmiddag, voordat ik hier naartoe kwam, met mijn team het over dat onderwerp gehad, over leiderschappen binnen mijn school en wat dat betekent, maar ook wat de rol van cultuur daarin is en wat de rol van structuur daarin is. En je kan dat zien als een tegenstelling, maar ik denk dat die twee ook gewoon iets met elkaar te maken hebben. Ik ga nu een structuur bieden waarin een ruimte ontstaat om met elkaar die cultuur verder vorm te geven. Ja. Dus het zijn twee kanten misschien wel van dezelfde medaille. Aanvullend wel. En eigenlijk, en al die tegenstellingen die Ilias ook net noemde, die ben ik eigenlijk in dat hele traject van wat we nu aan het uitwerken zijn allemaal tegengekomen. En daar gaat ook steeds de discussie over, maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk voortdurend van alles met elkaar te maken. Ja. En de docent op zijn eigen eilandje, hè, vanuit de transformatieve school, in meerdere stukken komt het voor, de sociale pijn, de leerkracht individueel, hè, en ik denk, tenminste als ik naar mijn school kijk, dan speelt dat minder, wel in coronatijd, maar daarvoor minder, hè. Je bent een team, je zit met elkaar in de teamkamer, maar wij zijn wat dat betreft ook relatief klein. Ik denk dat als je op een MBO of op een VO een groot lerarenteam hebt, dat anders is. Ik denk als je de sociale pijn als leerkracht voelt, dan heb je ook die behoefte aan. Dat neem je mee. Ja, die neem je mee. Ja. Ook als die individu.
Ja. Je bent op de eerste plaats maar mens, hè? Ja, ik vind het ook wel heel mooi om mee af te sluiten. Ik kreeg namelijk te horen dat de tijd voor ons voorbij is. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. Ontzettend bedankt. En fijn om ook vanuit jullie visie te kijken, hè, naar cultuurverandering, kansengelijkheid. En wat jullie allemaal tegenkomen in de praktijk. Maar ook eigenlijk jullie adviezen op lange termijn. Dan ga ik nu over in een gesprek met opnieuw Ilias. Een afsluitende gesprek waarmee we ook de avond gaan afronden. En Ilias die komt in de tussentijd aanschuiven. Mijn allereerste vraag eigenlijk aan jou is, als je dan samen met mij zou willen terugblikken op deze avond en wat je gehoord hebt, wat is dan wat jou bijblijft? Ja, ik vond het ontzettend fijn om naar de gesprekken te luisteren. En ik denk dat die ogenschijnlijke tegenstellingen die ik inderdaad aan de voorkant op zo'n manier heb gepresenteerd in het publieke debat, bewust ook gedaan, hè, dat natuurlijk geen tegenstellingen zijn. Dus er is een groot Amerikaanse onderwijsdenker die eigenlijk zegt dat cultuur structuur als ontbijt opeet. En hij heeft dat in de context gezegd dat je fantastische structuuroplossingen kunt bedenken voor alles en nog wat. Maar dat uiteindelijk dat gedragen moet worden door de levende praktijk van echte mensen. Die natuurlijk met ratio, hart en lichaam dat in de praktijk ook met elkaar moeten doen. En het gaat ook over de hele discrepantie die wordt opgetrokken tussen sociaal, emotioneel en cognitief en individueel of collectief. Dat zijn allemaal schijntegenstellingen die we in het onderwijs kunnen volhouden om onszelf te legitimeren, niet zoveel te hoeven veranderen. Maar we kunnen ze ook gewoon in de ogen aankijken en zien hoe ze allebei nodig zijn. En omdat, eigenlijk beschrijf je denk ik ook dat het geen losse onderdelen zijn, maar eigenlijk helemaal in de praktijk bijna in elkaar verweven raken. Ja, dus er is bijvoorbeeld een heel mooi begrip systemisch, hè? Dat wordt dat zo genoemd. En wat betekent dat? Nou ja, kijk, de meeste docenten hebben niet gesolliciteerd voor een 0,6 FTE docentschap kansengelijkheid. He? Dus wat mij opgevallen is dat de afgelopen 10 jaar, en ik herinner nog de tijd van 2016, toen het eerste onderwijsinspectierapport empirisch voor de eerste keer vastlegde van de kansenongelijkheid groeit. En ik herinner me ook het gesprek van 2013-14, en dat is ook het moment dat Jeroen en ik elkaar ook nog spraken, hoe eigenlijk, als je het over eenzaamheid hebt, in een land waarin kansenongelijkheid een soort van, ja, dat komt hier en daar in de marges voor, als een soort van incidentele toevalligheid, maar wat niks te maken zou kunnen hebben met het systeem. Want we willen graag een heel positief zelfbeeld vastpakken. Nou, scroll verder, de jaren, natuurlijk heeft Klasse, de documentaire, heeft het verder gepopulariseerd. Nou, en ik maak me nu een beetje zorgen dat we nu in een tijd zitten waarin iedereen het heeft over kansengelijkheid. Maar de vraag van, wat doe ik dan specifiek op mijn school om dat dan aan te pakken, hè, systemisch? En voor mij is er, ik vind dat altijd grappig, dus ik krijg altijd in mijn eigen persoonlijke rol, hè, krijg ik altijd de vraag in de academische wereld of ik nog steeds colleges geef. Vind ik altijd een interessante vraag, want blijkbaar zit daar, dus het idee is van, ja, hoe verder je ontwikkelt als wetenschapper, hoe verder je dan eigenlijk van die collegezaal zou moeten geraken. En het tweede meest interessante vraag die ik krijg is van, zitten jullie dan echt in het klaslokaal als jullie met de transitieve school bezig zijn? Ik weet bij God niet waar ik anders zou moeten zitten, zeg maar, dan in het klaslokaal. Dus dat zijn wel interessante dingen. Maar wat laat het zien dat je dit soort vragen krijgt of dat het speelt bij mensen? Nou, kijk, als je ook kijkt naar, want ik heb vanuit mijn eigen rol in de onderwijsraad voor het advies wat gepubliceerd is, we hebben ook bijvoorbeeld gekeken naar Denemarken. Hè? Ja. En allerlei landen die worstelden met ons soort situaties. Hè? Dus dat je nu, zeg maar, groeiende kansengelijkheid, dat is de verkeerde cocktail, hè? De groeiende kansenongelijkheid, dalende kwaliteit, hè? Dus even de PISA-ranking en een leerkrachtentekort. Zeg maar die vervelende cocktail waarin we zitten. Ja, de 3 rode vlaggen. Ja, precies. Ja. En natuurlijk niet voor het hele land, maar even dat is groeiende. Dan, ja, er is uiteindelijk, kijk, we kunnen er heel lang omheen blijven communiceren, maar het gaat allemaal over de revitalisering van docentschap. Ja, en ik vind het wel mooi dat je dat noemt, want daar wilde ik ook een vraag over stellen. Ook jij hebt een artikel bijgedragen voor Omroep Human. En ik ga het even quoten. We zijn een kennissamenleving en kenniseconomie.
Onderwijs is het meest belangrijk en dat betekent automatisch dat de revitalisering van het docentschap belangrijk is. De docent als oerberoep, de pedagoog. Neem ons mee, waarom zeg je dit? En wat bedoel je met de revitalisering van het docentschap? Het is onmogelijk om de kansenongelijkheid, de kansengelijkheid te versterken, de kwaliteit van het onderwijs te versterken, zonder een revitalisering van het docentschap. Dus de rest van het gesprek, de gesprekken zijn fabeltjes, zeg maar. Dus je kunt fantastische structuren neerzetten, fantastische schoolgebouwen, fantastische methoden ontwikkelen aan het eind van de dag. Dus we moeten twee dingen denk ik onderscheiden. Hoe kijken wij als professionals naar onderwijs en hoe kijken kinderen, leerlingen naar ons in het klaslokaal? En die zien aan het eind van de dag een leider van een mini-samenleving. Dat is iemand die niet alleen scheikunde of natuurkunde of wiskunde of wat voor vak dan ook geeft, maar een heel duidelijke sociaal-pedagogische rol heeft, omdat het een mini-samenleving is. En dat betekent gewoon in een stad als Rotterdam of Amsterdam, of de scholen die hier vandaag zeg maar ook het woord hebben gevoerd, dat 6-7 lesuren op een dag leider zijn van een mini-samenleving van 25 kinderen, dan even vanuit de fysieke aanwezigheid weer geredeneerd. Dat is een ontzettend... That's a hell of a job. Dat is een ontzettend complex beroep. En dat is een en dat vraagt heel veel van iemand. Dus idealisme is daar heel erg bij nodig. Maar het betekent dus ook dat die docent rugdekking nodig heeft. Hij of zij heeft een team nodig. Hij of zij heeft een schoolleider nodig. En een van de dingen die nog niet genoemd is, denk ik, is de verbreding van de coulissenruimte van schoolleiders. He, dus de mechanismen die bij leerlingen spelen, met sociale pijn en geloof in eigen kunnen, spelen ook bij docenten. Mm-hmm. Met sociale pijn en geloof in eigen kunnen. Ja, we hebben het uitgebreid gehad over... Maar spelen ook bij schoolleiders en bestuurders. Ja. He, dus hoe voedt een Nikki, Jolande, Jeroen, Atik zich op de momenten dat je net een teamvergadering hebt gehad en dat het echt even spannend was? Naar wie gaan zij toe? Want ik denk dat Martijn heel goed naar de vraag het net heeft gesteld van als je als docent de klaslokaal uitloopt en je twijfelt over iets, bij wie ga je te raden? Ja. Nou, dat geldt ook natuurlijk voor de schoolleider. Ja. En dus het gaat steeds om de oerfunctie van docentschap of schoolleiderschap te kunnen vervullen, heb je ook het oermechanisme nodig van rugdekking. En dat heeft niks te maken met hoe hoog intelligent mensen zijn of salarisschalen of ben je cognitief op de hoogste level. Maar dit gaat om menselijke mechanismen. En dat betekent dus ook in dat als we het systemisch willen bekijken, hebben we dus ook gewoon het georganiseerd nodig dat docenten tijd en ruimte en verdieping krijgen om met elkaar hierover te spreken. En schoolleiders ook. Schoolleiders ook. Ja. En om nog even terug te komen op revitalisering van het docentschap. Tijdens de lockdown werd het heel duidelijk dat het onderwijs een vitaal beroep is. Hè? En zeg je eigenlijk dat we dat gedachte dat we toen hadden niet moeten loslaten. Ook straks wanneer die lockdowns allemaal voorbij zijn en we naar een nieuw normaal gaan. Of het oude normaal. Precies, dat Ik wou net een politieke uitspraak gaan doen, maar dat ga ik niet doen. Dat is niet voor vanavond. Maar ik denk dat de revitalisering van de vitale beroepen, want daar hebben we het inderdaad over, het eigenlijk tot leven brengen ervan is inderdaad essentieel. Wat we toen trouwens ook zagen was dat de mini-samenleving ook een opvangplek is. Want je zag ook dat we kregen onze volwassenen alleen maar thuis gekluisterd toen we de kinderen de school afpakte, zou je kunnen zeggen, op sommige momenten. Dus je ziet dat die school een ontzettend sociale ontmoetingsplek heeft, een sociale functie. En die mini-samenleving is essentieel om op allerlei vlakken. En dat zagen we denk ik ook goed terug. En jij benadrukt eigenlijk de leiderschap die de docent binnen die mini-samenleving heeft. Ja. Dat we daar misschien te vaak aan voorbij gaan. Ik denk het wel. En ik denk dat een van de andere grote gunsten van onze tijd ook wel is dat we op een andere manier zijn gaan kijken naar onderwijswetenschappen. Dus als je naar de samenlevingen kijkt die... Kijk, als je historisch zo kijkt, hè, dat alle civilisaties die op hun hoogtepunt verkeerden, of nu de Chinezen was, of even de grote historische dingen. Een van hun kenmerken was dat hun slimste mensen gaven les aan de kleinste kinderen. Dat is een heel interessant. Dat is heel interessant. Of je nou de Aziatische, de Ottomaanse periode, of welke periode dan ook. En natuurlijk nu even het metafoor van Scandinavische landen.
Even als je nu kijkt van hoe dat in Maleisië, Singapore en andere plekken. Dus dat zegt ook wat. Hè? Dus een ieder zichzelf respecterende kennissamenleving en kenniseconomie zorgt ervoor dat degene die de meeste toegang hebben tot kennis ook het dichtst op de jongste populatie zitten, om natuurlijk de volgende generatie te blijven voeden. Dit is niet een heel rare gedachte of zo. Volgens mij staan we hier niet vaak genoeg bij stil. Ik vind dat heel mooi hoe je dat beschrijft. Dus en om nog even terug te gaan, hè, omdat we niet heel veel tijd meer hebben. Eerder had je het ook over hoe mensen jou dan de vraag stellen van, oh, geef je dan nog les? Hè? Want je bent ook betrokken in de wetenschap. Je hebt ook een keer in een artikel aangegeven dat het belangrijk is om de praktijk te blijven theoretiseren en ook de theorie weer te praktiseren. Kan je dat toelichten? Ja, dus kijk, mijn eigen ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar is daarin ook heel belangrijk geweest, zeg maar, voor mezelf. Kijk, in 2011 zat ik nogal op het niveau van, nou, wij zijn van de wetenschap en jullie zijn van de praktijk. Dus nou, hier een fantastische theorie en zoek het maar uit. Terwijl wat je eigenlijk ziet is dat we hebben niet alleen hervorming nodig binnen de scholen, want daar is vanavond denk ik heel veel over gesproken, maar ook de hervorming binnen de wetenschap. En dat betekent dus ook wat COVID volgens mij ook heeft blootgelegd, is dat toen de eerste lockdown ontstond, was er heel veel debat en discussie gaande in het veld van, nou, wat zullen de effecten zijn? Terwijl we eigenlijk bibliotheken volgeschreven al tot onze beschikking hadden, maar de gemiddelde wetenschapper in Nederland is in Engelstalige journals bezig met een wetenschappelijke carrière te vervolmaken. En dat is het systemische effect daar. Dat betekent ook dat we ook durven binnen de wetenschap te zeggen van, nee, misschien moeten we daar de andere manier van werken, namelijk een kennis ontsluiten voor de onderwijspraktijk. En als een theorie in de praktijk tot leven gebracht wordt, dan getuigt dat van de meerwaarde van de theorie. Dat is een heel andere manier van denken. En dat bedoelde ik dus ook met het theoretiseren van de praktijk. Dus dat je goede analyses maakt wat er in de praktijk gebeurt. En daar hebben we gewoon wetenschap voor nodig. Maar ook het praktiseren van de theorie, door te kijken in hoeverre die theorie in de praktijk mensen in de alledaagse onderwijspraktijk, dus in dat lokaal, verder helpt. Ja, dat zegt ook natuurlijk iets over de sociale relevantie. En precies. Je zou hopen dat de wetenschap zich ook daar over ontwerpt. En ik zie daarin wel positieve ontwikkelingen. Dus ik zie nu dat door allerlei ontwikkelingen is dat gebeurd, zou je kunnen zeggen. Maar die kennisontsluiting en een op een andere manier kijken naar wetenschap, dat gebeurt nu heel snel binnen de universiteit. Dat is toch wel over de kracht van de universiteit, dat ze een snelle omslag kunnen organiseren. En dat is super, super hard nodig. Positieve ontwikkeling. Ja. En jij zelf bent ook eigenlijk iedere keer bezig met de laatste wetenschappelijke inzichten, maar ook weer met de praktijk en ook de data van de transformatieve school. Al die lesobservaties, de gesprekken worden weer meegenomen. Binnenkort verschijnt er dan ook een nieuwe publicatie. Kan je ons daar meer over vertellen? Ja, dus dat wordt geschreven met 2 co-auteurs. Grip op de mini-samenleving. En ik verwees er al naar in de introductie. Dus wat we nu hebben gedaan is dat gesprek over switchen en klimmen eigenlijk, weer in letterlijk de theorie praktiseren, hè. En dan opnieuw gaan kijken van wat zien we daarvan terug in de lessen en dat weer eigenlijk opschrijven, wetenschappelijk vervat. We hopen een beetje publiek wetenschappelijk dat het nog enigszins leesbaar is. Niet alleen maar voor die journals, precies, maar give the people what they want. En dat weer terug te geven naar, opeens spreek je heel veel Engels. Onzeker ervan dat dat weer Rotterdam. dat is waarschijnlijk je Amsterdamse. ja. Nee, het teruggeven van die theorie aan de praktijk. En dan het meest interessante vind ik altijd van dat als je dat weer teruggeeft aan de praktijk, gewoon letterlijk in docentteam, en je hebt met elkaar het gesprek, dat is het moment om ook te bepalen van wat is hier nou eigenlijk de waarde van deze theoretische inzichten. Ja. En we zagen net allerlei begrippen terugkomen, sociale pijn, self-efficacy, geloof in eigenlijk. Ja, maar ook wat Jeroen zei, dat als je het langer doortrekt, dat je dan pas eigenlijk ook echt kan gaan kijken naar de effecten van ook de theorie. Zeker. Ik heb inmiddels het signaal gekregen dat we helaas moeten gaan afronden. Ilias, ik wil je hartelijk danken, ook voor dit inspirerende gesprek. Prachtig. Maar ik dank uiteraard ook iedereen die vandaag aanwezig was voor jullie bijdrage en aanwezigheid, maar ook de kijkers thuis. En ook belangrijk een dankwoord aan de GKA die dit mede mogelijk heeft gemaakt. En deze prachtige locatie die Jolande de Beer ons vanavond heeft gegeven. En dank ook aan het technische team. Ik wens jullie nog een fijne avond en we sluiten bij deze af.